leuk dat je weer kijkt. Ik ben laatst met mijn moeder naar Groningen geweest en zijn we naar een winkeltje geweest en ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was echt super leuk. Ik heb er niet heel veel van gehaald, dus het zal een klein kort filmpje worden. Ik heb ook nog een paar dingetjes van de H&M gehaald, dus dat gooi ik er dan meteen bij in. Oh, sorry, het is echt zo'n knars tasje. Maar de winkel heet Sostrenegrennes. Ik zeg dat vast niet goed. Maar het is een Zweeds, Noors of Deense winkel. Eén van die drie. Ik weet niet meer precies wat mijn moeder zei. Maar goed, ja, ze hebben echt alles. En dat vond ik gewoon echt heel leuk. En ja, ik dacht ik laat dat even zien. Oké, dus ik begin even met de eerste dingen die gewoon bovenin de tas liggen. En het eerste is een glitterpapier. En het ziet er zo uit. En sorry als de camera niet goed oppakt. Ik film het nu 's avonds omdat ik verder van de week niet echt heel veel tijd heb om te filmen. En ik wou toch graag dit even aan jullie laten zien. Dus sorry als de belichting niet heel goed is. Maar goed, dit zijn dus twee velletjes glitterpapier. En dit zijn de zilveren. Ze hadden volgens mij ook nog goud en roze. Maar ik ging voor deze en ik dacht dat is wel leuk voor een DIY filmpje. Deze waren 88 cent en dan krijg je dus twee belletjes. Dan kocht ik nog 12 mini stars, heet dat. En dat zijn van die plakketjes die je op een cadeautje doet. En dat vond ik wel echt heel leuk. En deze waren volgens mij ook maar ja, 84 cent. Dus dat vind ik echt niks voor van zulke leuke deco dingetjes. Dan hadden ze daar ook nog allemaal leuke kaartjes. En ik zag deze en ik vond deze wel heel leuk om in te lijsten voor in mijn kamer bijvoorbeeld. En dat is deze. En daar staat op, let life be beautiful. En een beetje een soort inktvlekken erbij. En dat vond ik wel echt heel leuk. En ik heb geen idee hoeveel deze kosten. Vast ook iets van 50 cent zoiets. Denk ik, niet duurder in ieder geval. Dan kocht ik twee lipstick houders. Die zien er zo uit. En je kan hier dus gewoon al je lipstiften in doen. En die wil ik dan gewoon in mijn make-up kast doen. Zo naast elkaar. En dan heb ik het niet allemaal zeg maar, zo door elkaar liggen. Ik heb niet zo'n soortje. Ik denk dat dit dan wat netter lijkt. En deze waren €3,48 per stuk. Deze heb ik niet zelf meegenomen. Deze heeft mijn moeder meegenomen. En dat is een, ja wat is het? Een mini canvas in een frame. En dan kan je dus iets op verven. En ja, hij is echt gewoon heel klein. Maar wel echt super schattig. Dus ja, deze. En hoeveel kostte dit? €1,86. Dan zag ik nog deze leuke rietjes liggen. En ik heb deze wel heel vaak gezien bij Amerikaanse of Engelse DIY filmpjes. Voor bijvoorbeeld een smoothie of zo. En dat leek echt heel mooi. En ik ben van plan om nog een smoothie filmpje te gaan filmen. En daar vond ik deze rietjes wel echt heel geschikt voor. Dus dat zijn deze. En het zijn een beetje een soort kartonnen rietjes. Ze zijn zeg maar niet van plastic. En ik vond die wel echt heel mooi en leuk. En er zitten hier 12 in voor €1,43. Als laatste, en wat ik denk ik ook wel een van de leukste dingen vind, zijn twee notitieboekjes. En de eerste die ik meenam is deze. En er staat, er zit eigenlijk een grote inktvlek op. En dan staat erop, stay open-minded. En dat vind ik wel een mooie tekst. En de binnenkant is een beetje een soort, ja hoe noem je dit papier? Een beetje een soort kartonachtig papier. Dus niet van dat hele dunne, slappe papier. En met lijntjes, maar ook gewoon blanco papiertjes. Dus ja, dat vond ik wel echt heel leuk. En deze boekjes waren ook gewoon maar 68 cent. Dus dat vind ik echt een koopje. En de andere die ik kocht is een paarse. En ik vind deze ook wel heel leuk. En ik vind de tekst heel mooi. Ik vind alleen het lettertype van die andere mooier dan bij deze. En hier staat op Think Happy Thoughts. En er zit dus een paarse soort inktvlek op. En het boekje is een beetje een soort lavendelkleur. En dat is alles wat ik van dat winkeltje heb. Als je zo'n winkel tegenkomt, ik weet niet precies waar ze allemaal zitten. Maar dan zou ik je echt aanraden om even een kijkje te nemen daar. Omdat het wel echt super leuk is daar. En de prijzen zijn ook echt niet duur. En zoals ik al zei, was ik ook even naar de H&M geweest. En een van de shirts die ik daarvan heb, is deze die ik aan heb toevallig. En dat is een
hemdje. En ja, gewoon een beetje zo, hoe noem je dit? Retro-achtig printje erop. Geen idee, gewoon zwart-wit. En die was 10 euro en die vond ik wel echt heel leuk. En dan kocht ik nog een ander t-shirtje. Ik ben de laatste tijd heel erg van de basic t-shirts. Ja, nou ja, deze is een beetje gestreept. Maar ik vind het wel heel leuk om een basic t-shirt dan te stylen met bijvoorbeeld een felle lipstick of een leuke ketting of wat dan ook. En het andere t-shirt wat ik kocht is deze. En dat is een gestreept t-shirt met een beetje opgerolde mouwtjes. En hij heeft hier een vakje. En ja, die vond ik ook wel echt heel mooi en leuk. En het is een beetje zo'n oversized t-shirt. Dus hij valt mooi los. Dus ja, deze. En die vond ik echt leuk. En volgens mij heb ik dat ook al 10 keer gezegd. En deze was 10 euro. En dan kocht ik nog gewoon een grijs t-shirt. En dit is een beetje in zo'n lekker los flowy stofje. Dat vond ik ook wel heel leuk. En een grijs t-shirt komt gewoon altijd van pas. En ja, deze valt gewoon echt heel mooi. Lekker losjes. En het past gewoon bij alles. Dus die. En die was ook 10 euro. Dan zag ik nog dit leuke, ja wat is het? Tasje, etuietje, mini etuietje. Die ziet er zo uit. En ja, ik ben altijd echt alles kwijt in mijn tas. Dus ik dacht, dit is eigenlijk wel ideaal om zo'n klein tasje te hebben. En dan bijvoorbeeld je oorbellen of een pen, want die kan ik ook nooit vinden. Of gewoon kleine dingetjes hierin te doen. En ja, ik vond die wel echt heel mooi. Het is een soort nep leer, best wel dik. En hij heeft een soort gouden plaatje hiervoor. En ja, die vond ik wel heel leuk. En die was 3 euro. En als laatste kocht ik nog een zonnebril bij de H&M. Want ik heb altijd dezelfde. En ja, dan op een moment word je gewoon een beetje flauw van je zonnebril. Dan wil je een keer wat anders. En ik zag deze. En dit komt ook wel een beetje in. Zeg maar dat, ja, wat is dit eigenlijk? Een beetje meer Ray-Ban, maar dan wat chiquer, denk ik. Geen idee of ik dat goed heb uitgelegd. Maar hij ziet er zo uit. En het zal vast nog wel even duren voordat ik deze echt kan dragen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, de zijkant. Zie je een beetje gouden details. Dus ja, ik vond deze wel echt heel leuk. En de dag dat ik deze kocht was het super mooi weer, lekker warm. Je kon gewoon in je t-shirt lopen. En nu is het echt verschrikkelijk. We hebben vandaag hagel gehad, storm, super veel regen. Echt alleen nog maar regen vanaf zondag. Dus ja, het zal nog wel even duren voordat ik deze op kan doen. Maar goed, ik vond deze wel echt heel mooi. En je had hem ook in het zwart. Maar dit is een beetje een soort bruin, ja bruin, hoe noem je dit printje? Een beetje een soort, ik vind het niet echt een pantenprintje. Maar ja, bruin, zwart gevlekt, noem ik het maar. En deze was 6,95, dus 7 euro. Zoals ik al zei, het is een beetje een mini haul filmpje. Niet echt heel veel, maar gewoon een paar kleine leuke dingetjes die ik toch aan jullie wou laten zien. Ik hoop dat jullie dit filmpje, ondanks dat hij best kort was, leuk vonden. En hopelijk tot mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Dat zou ik echt super super leuk vinden. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat me even weten wat je het leukste vond van dit filmpje. Tot mijn volgende video. Dag! Dus deze. En er zit 12 in voor 1,43 euro. Oeh, ik ben al scherp. Blank. Blank. Ook gewoon blanke plaatjes. Blaadjes. Oh, dat gaat lekker van mij.